Tientallen kermisfreaks stonden vrijdagmiddag vol spanning te wachten. Hoe lang moeten we nog wachten? Nog 4 minuten. Heeft u er zin in? Nou, ik ben dan afgewerkt. Ik heb vanmorgen vanaf 8 uur hier gestaan. En als de herrie begint, dan ga ik naar huis. Wij zijn hier al 4 uur te wachten. Maar wij gaan nou even een rondje lopen. En dan gaan we weer naar huis en komen vanavond terug, want dan is het veel leuker. En we kennen ook wel bij bijna elke attractie kunnen we zeg maar uit ons hoofd. En dan de namen zeg maar. Als je daarin zit, wat voor gevoel heb je dan? Het is een heel fijn gevoel. Een soort kick krijg je ervan. Heeft u er zin in? Nou, ik ga alleen maar voor de paling en voor de oliebol. Je gaat niet meer in de attracties? Nee, nee. Ik ben bijna 80, dus dat doe ik niet meer. Ben je dan ook een beetje zenuwachtig? Nou, een beetje. Als je maar goed smaakt, dan ben ik niet zo zenuwachtig. Hoe was het? Hartstikke leuk, echt heel erg leuk. Springen en draaien, was hartstikke leuk. Echt waar. Je bent er helemaal blij van? Ja, ik ben er helemaal blij van, ja. Hoe is dat gevoel? Ja, een beetje kriebelend in je buik, hè? En nu eindelijk mag je? Ja, nou eindelijk naar binnen, ja. Het is wel een hele verlichting. Vroeger ging ik altijd in die attracties die helemaal over de kop gingen en zo, maar tegenwoordig doet dat niet meer zo. Want dan gaan we allemaal veel te hard. Daarom heb ik nou iets spinnenkuit gekozen. Dat is toch wel leuker om in te gaan. Dan word je misselijk. Ja, dan stap je helemaal zo dol als ik naar en uit. Wat verwachten jullie van die attractie? Wel leuk denk ik. Ik ben er al een keer in geweest, dus wel spannend. Maar hij lijkt ook wel spannend, zodat hij draait ook en best hoog gaat. Zo, dus ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, ik denk echt dat ik als een gek ga gillen, want dat gaat keihard en over de kop en zo, maar wel leuk. Gewoon, ja. Ik zou het niet weten, want ik ga niet zo vaak in dat soort dingen. Hoe was het? Ja, het was super leuk. Ging ook heel hard, maar volgens mij raakte hij ook een paar keer de tak of zo van de boom. Maar er was niks gebeurd gelukkig, maar het was super vet. Ja, het ging heel hard. Het was heel leuk. Het was echt leuk gedaan. Het was wel een vette attractie, vond ik. Alleen zelf kon ik niet zoveel mee beleven, want ik moest dat ding stil houden. Dus dat was wel jammer. Maar voor de rest vond ik het wel een leuke attractie. Park Hilaria duurt nog tot en met 9 augustus en is elke dag geopend.